Als verpleegkundige probeer je zoveel mogelijk een oogje in het zeil te houden bij de patiënten. Vooral bij ouderen. Dagelijkse praktijk is dat je als hulpverlener vaak oren en ogen tekort komt. Camera's kunnen dan een uitkomst bieden. Met respect voor de privacy kan Big Brother namelijk ook heel zorgzaam zijn. Ja, dat klopt. Het is niet helemaal terecht om die vrees met betrekking tot camera's te hebben. De camera's draaien namelijk niet. Die staan niet altijd aan. En die activeren zichzelf alleen in situaties, gevaarlijke situaties, onveilige situaties. Om zo ernstige gevaren te voorkomen. Hoe werkt het nou in de praktijk, het vaststellen van een gevaarlijke situatie? We zetten hier slimme technologie in, slimme camera's in de volksmond gezegd. Deze toepassingen die worden ook ingezet in de beveiligingswereld. We kunnen daar in slaapkamers kunnen we zones softwarematig plaatsen. En als er in die zone een beweging plaatsvindt, dan komt er een alarm. En dat alarm gaat dus naar de verzorgende en die op dat moment springt dan ook het beeld aan, het camerabeeld. En de verzorgende kan kijken wat er gaande is en op basis van hetgeen wat de verzorgende ziet, bepalen of er zorg naartoe moet. Traditioneel worden er in de nacht zorgrondes gedaan. Een zorgmedewerker die gaat de nacht een aantal keren de kamers bezoeken om te kijken of er geen rare situaties zich voordoen. Die rondes hoeven nu niet meer. Wat ze nu doen is via het systeem 's nachts een aantal keren inkijken om te kijken of er geen rare situaties zich of gevaarlijke situaties zich hebben voorgedaan. Daarmee hoeft de zorg dus minder rondes te lopen, is minder tijd kwijt en kan meer aandacht besteden aan de zorg zelf. Uw verpleeghuis werkt al zo'n 2 jaar met cameratoezicht. Hoe bevalt dat? Dat bevalt eigenlijk heel goed. We hebben namelijk 2 camera's. Eentje voor de huiskamer en 1 camera bij een bewoonster op de slaapkamer. En op het moment dat wij de huiskamer uitgaan, kunnen wij de camera de zorgcentrale bellen. En die nemen dan onze honneurs waar. Die houden toezicht. En op het moment dat wat gebeurt, bellen ze ons. Dus dat is gewoon heel veilig. En hoe ontlast dat nou de dagelijkse werkzaamheden voor u? Dat je niet continu heen en weer hoeft te lopen. Als ik op mijn slaapkamer bezig ben en ik weet dat het in de huiskamer veilig is, hoef ik niet meer naar de huiskamer terug te rennen. En idem dito met de slaapkamer voor die mevrouw, dat we niet elke 10 minuten gaan controleren. Hoe is het met de privacy gesteld? De camera's, ja, dat heeft toch ook wel een beetje een negatiever imago? Ja. Ja, in principe geeft de familie bij ons overleggen we dat. Ze hebben allemaal toestemming gegeven over degene die het gaat. En de privacy, ja, dat blijft altijd een gevoelig punt. Maar daar proberen we zoveel mogelijk rekening mee te houden. Dus de zorgcentrale weet ook van op het moment dat wij de kamer oplopen, zet ze ook meteen de camera weer uit. Het betreft nu 1 bewoonster. Zou het een uitkomst bieden als dat bij meerdere cliënten gebeurt? Ik denk dan met name voor de nachtelijke uren. Dat je een beter zicht hebt en dat wordt hier in het gebouw ook meer gebruikt. Wat er 's nachts op een gang gebeurt zonder dat je mensen continu hoeft te storen. Dus wat u betreft mag het wel uitgebreid worden hier? Ja, mag het helemaal uitgebreid worden.